2018 was a year my life changed. Ik heb heel veel bijzondere mensen leren kennen. Een jaar met veel emoties. In 2018 werd een droom werkelijkheid. Op dit mooie tijdstip gaan wij naar Esa toe. Gaan jullie mee? Ja, natuurlijk. Ja, het is een unieke ervaring geweest dat je ineens van naast het hek op de spottersplaats gewoon op het vliegveld staat. Ongelooflijk mooi dit. En dan in en naast een 747. Daar denk ik nog echt heel vaak aan terug. Vandaag bedanken wij alle medewerkers voor het winnen van de prijs Best Airport Staff van Europa. Ik zou zeggen, eigenlijk tegen iedereen, goede reis. Ik wil me graag even voorstellen. Dick Benschop. Een compliment, ja, dat mag altijd. Gezellige, liefdevolle persoonlijkheid. After years of traveling between the Netherlands and Guatemala, we finally closed the chapter in the most special way ever. Schiphol will have a very special place in our heart forever. Als je weet dat iemand niet lang meer te leven heeft, maar toch één grote wens heeft, en als je daar je bijdrage aan mag leveren, dan is dat gewoon een bijzonder gevoel. Dat was een hele mooie dag en ik heb hem ook nog nooit zo zien stralen. Vliegen! 2018 zal ik niet snel vergeten.